Vanavond heb ik Joyce Bertram en Bert Spaans bij mij op de bank om met hem te praten over hoe vrijwilligers de wereld kunnen veranderen. Van harte welkom Joyce en Bert. Dankjewel. Zouden jullie jezelf even kort kunnen voorstellen? Nou, ik ben Joyce en ik ben eigenlijk in mijn tienerjaren al begonnen als vrijwilliger. En dat is eigenlijk uitgegroeid tot het punt waarop ik nu als vrijwilligerscoördinator met organisaties mensen op de juiste plek zet eigenlijk. Mm-hmm. Ja, want jij bent ook vrijwilligerscoördinator van Bibelo geweest, hè? Ik ben bedrijfsleidster van Bibelo geweest. Dus dat komt erop neer dat ik vooral op de werkvloer in praktijk leiding gaf aan vrijwilligers. Dat is, is een bijzonder vak aan zich. Dus jij kent deze plek ook heel goed. Ja, absoluut. Het is leuk om hier weer een keertje te zijn na al die tijd. Zeker. Dat geloof ik. Welkom. En Bert? Als ik me moet introduceren. Ik ben, heb je al gezegd, Bert Spaans. Ik ben vader van 3 dochters. Ik ben vrachtautochauffeur, tankautochauffeur en buschauffeur. En mijn vrijwilligerswerk, dat speelt zich nu af voor hulpgoederen aan Oost-Europa. Mm-hmm. Dus al met al een aflevering met een Oost-Europees tintje. We hadden Mary Sue al met haar Poolse liedje. En dan Bert met hulp aan Oost-Europa. En want het is eigenlijk heel bijzonder dat je hier kon zijn vanavond, begreep ik. Ja, ik had wat goederen op te halen en een tijd er vooraf gesproken. En als ik nu weg zou gaan, dan kom ik daar te laat voor. Mm-hmm. Maar ik heb dat allemaal een beetje opgeschoven. We hebben ook een beetje vroeger gegeten. En nou zit ik hier. Oké. Heel fijn dat je hier kan zijn om ons wat te vertellen over je ervaring met vrijwilligerswerk. Joyce, om maar te beginnen met jou. Jij bent in 2015 in Vilnius geweest. Ja, klopt. Vertel er eens wat over. Ik werk al een aantal jaren inmiddels als organisator mee aan een festival in Spanje. En zodoende mensen leren kennen die mij hebben uitgenodigd om als spreker op een TEDx-event in Vilnius te verschijnen. En ja, zodoende 8 minuten lang op een podium mogen praten over hoe volgens mij vrijwilligers de wereld kunnen veranderen. Interessant. Volgens mij hebben we daar een kort filmpje van. I often get the question, why do people volunteer? What is it that makes a person dedicate their time and effort to something without expecting money in return? I've been involved with Nowhere as a volunteer for about 5 years now. I started out decorating toilets and I ended up being in charge of volunteer coordination, media, and currently communication. And you need to share that, you need to show that, because passion is incredibly contagious. It is able to take you and the people around you, your project, to a higher level because it sparks more excitement in the people around you. Don't wait for others to take the initiative. Step up and do it. I can't wait to see you do it. Thank you. Hoe is dat nou om terug te zien? Ja, het is altijd een beetje. Ik vermijd het altijd een beetje om de video te kijken. Dus ik vind het heel, heel vreemd om mezelf zo te zien praten. Want ik zie aan mezelf hoe ontzettend nerveus ik was op dat moment. Ja, je boodschap kwam over, volgens mij. Ja, ik hoop het. Ja. Want leg eens even uit voor onze kijkers. Wat is TED Talk en wat is TEDx? TED is een initiatief wat uit de States is overkomen waaien. En dat eigenlijk de hele wereld over is gegaan. En dat komt erop neer dat mensen van all walks of life eigenlijk. Iedereen die een idee of een initiatief heeft of een bijzonder verhaal te vertellen heeft, een x aantal minuten krijgt om dat te mogen delen met de wereld. En dat is uitgegroeid tot een organisatie waarmee eigenlijk op alle plekken in de wereld dat soort eventen georganiseerd worden. En nu ook in Dordrecht. Mm-hmm. Ja. Ja, want jij gaat ook spreken op de TEDx in Dordrecht. Ja, klopt. En wanneer is dat precies? 29 september. Oké. En zul je daar over hetzelfde idee iets vertellen? Ik ben door de organisator gevraagd om ook weer over vrijwilligers te komen praten. Dus spannend. Heel spannend. Ligt je idee eens toe? Bedoel je daarmee het idee van deze video? Ja. Of, het is eigenlijk met de evenementen en dergelijke waar ik mee bezig ben, dat ik zie dat vrijwilligers zo'n enorme bijdrage kunnen leveren en zo'n enorme invloed kunnen hebben op één heel klein idee en dat gezamenlijk heel groot kunnen maken. En dat ik zelf ervan overtuigd ben dat heel veel mensen
hele boeiende ideeën hebben, maar dat laten liggen met het idee van, nou weet je, je kan er geen geld aan verdienen, ik kan mensen er niet voor betalen en er komt vast niks van terecht. Maar dat als je ervoor gaat zitten en het vanuit een vrijwilligersperspectief bekijkt, dat je daar volgens mij heel veel spannende dingen mee kan doen en daar heel veel mee kan bereiken. Jij spreekt in je filmpje, want dit is slechts een compilatie van jouw TED-talk, mm-hmm. ook over een culture of volunteerism. En dan vraag ik mij af, wat maakt het nou interessant voor mensen om daarin aan te haken, om echt vrijwilligerswerk te gaan doen? Ik denk dat dat voor iedereen wel een individuele ervaring is. En dus daar hangt het ook een beetje, het hangt er ook een beetje vanaf wat mensen zoeken. Je ziet mensen die echt op zoek zijn naar sociale verbanden, die nieuwe mensen willen leren kennen, die ergens een deel van willen uitmaken, die op zoek zijn naar een plekje. En die dat in diverse organisaties als vrijwilliger kunnen vinden. Bijvoorbeeld Bibelo hier in Dordrecht is daar vooral hier op deze locatie heel lang een heel goed voorbeeld van geweest. Maar ook mensen die op zoek zijn naar een nieuwe ervaring, die iets nieuws willen leren, die iets willen doen wat ze nog nooit eerder in hun leven hebben gedaan. En daar de gelegenheid voor proberen te vinden. En mensen die iets willen creëren, die iets willen bereiken, die je willen helpen op een bepaald doel te komen, op een bepaald punt te komen en daar die genoegdoening uit te halen. Het kan, mm-hmm. kan heel sterk variëren. Dat hangt echt van de persoon af. Dus je kunt daar dingen uithalen als ervaring, genoegdoening. Ja, sociale contacten, nieuwe belevenissen. Je weet nooit precies wat je kan verwachten. Dus het is voor heel veel vrijwilligers ook wel een beetje spannend waar ze in terecht gaan komen en wat het voor hun gaat doen. Ja. Want jij hebt heel veel ervaring in het werken met vrijwilligers, hier in Bibelo. Bij andere stichtingen geef je ook aan. Wat zijn nou struikelblokken, dingen waar jij tegenaan loopt in het werken met vrijwilligers? Het is met vrijwilligers heel sterk passen en meten. Want het is, als je als organisatie met betaalde krachten werkt, dan komen mensen omdat ze vooral moeten en omdat ze weten wat er van ze verwacht wordt. En met vrijwilligers, zij komen ook voor een bepaalde ervaring en die ervaring wil je ook voor een stukje kunnen geven. Dus het is heel erg zoeken naar wat zijn de kwaliteiten van vrijwilligers, wat kunnen ze, maar ook wat willen ze. Want die kwaliteiten willen ze ook niet altijd iets mee doen omdat ze op zoek zijn naar iets nieuws. Mm-hmm. En dus het is altijd een beetje zoeken naar waar komt iemand het beste tot zijn recht? Wat is nou een plekje voor die persoon waar die zelf als individu heel sterk tot zijn recht komt, maar ook voor de organisatie heel veel kan betekenen en echt een meerwaarde kan zijn. Wauw, dus dat gaat echt uit van een wisselwerking van, wij geven jou een mooie werkplek, we leveren een stukje maatwerk en jij geeft iets ook van je hart terug aan het project, het idee. Ja, het is, ik geloof in die zin wel heel sterk in tweerichtingsverkeer, zeker. Ja. Heel mooi, dankjewel. Hey, en Bert, vrachtwagenchauffeur, vrijwilliger, vrijwilligerswerken ook al heel lang. Kun je iets meer vertellen over wat je precies doet op dit moment? Het werk is nogal verspreid. Maar een van de belangrijkste dingen wat we willen is aandacht geven aan kinderen in weeshuizen en internaten. Ja, met een raar woord noem je dat de dumpkinderen. Kinderen uit grote gezinnen die in een internaat gezet worden. Aandacht geven door spulletjes, cadeautjes, verjaardagscadeaus te brengen. Maar ook naar een paar steden, dorpjes, 90 kubieke meter. En wat gaat er dan in? Ja, een complete kringloopwinkel. Want alles wat je aan moet schaffen daar in Roemenië met pak een beet €200 per maand, dan is alles duur. En dan ook wel gefocust op gehandicapten, rolstoelen en elektrische scooters. Dat is heel leuk om daar af te geven. Mm-hmm. Een muziekinstrument, een piano, zodat of kinderen muziekles kunnen krijgen. Of een die periode is over, maar hier werden veel elektronische orgels aan de straat gezet. En daar heb je weer kleine buurtkerkjes die daarop zitten te wachten. Dus dat raakt een beetje over, hè, aan, hoe heet zo'n apparaat? Die piano die je onder je arm mee kan nemen, die raakt in daar dus. Oké. Okay. Ja, maar goed, het verzamelen van allerlei goederen, dat is mijn taak.
ook wel eens nee zeggen van dat kan niet. Als ik het niet weet, even een mailtje heen en weer naar de contacten in Roemenië. En dan één keer per jaar zelf rijden en dan langs die weeshuizen en internaten om aandacht te geven. En we hebben ook een paar goede contactpersonen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld dat ene internaat, daar zitten 100, vergeef me de uitdrukking, dumpkinderen. Mm-hmm. En die gaat daar één keer per maand alle verjaardagen vieren. Nou, en die maakt daar onder de jongelui, maakt die vrienden. En dat komt dichterbij, die vervangt eigenlijk de vaderfiguur, zeg maar. Mm-hmm. Waardevol werk. En jij bent daarin een bezorger eigenlijk van die hulpgoederen, als ik het zo begrijp. Nou ja, en een verzamelaar. Ja. We verzamelen en dan twee keer per jaar, dan hebben we 90 kuub. En dan laden we dat in een grote trailer. En als we zelf gaan, dan een beetje tegen de winter. En dan om te voorkomen dat bijvoorbeeld als in een tehuis de verwarming uitvalt. Dan gaan we met 1000 kilo breiwerk. Wollen sokken, wandjes, mutsen, sjaals, truien. En ook gebreide dekens. Ga je helemaal die kant op? En dan gaan we die kant op en dan gaan we weer langs die projecten. Om dat uit te delen. Oké, want waarom heb jij ervoor gekozen om vrijwilligerswerk te doen? Heb ik daarvoor gekozen? Dat kan ik me niet voorstellen. Ik rolde je bent er ingerold. Ja. Ja, ik moet zeggen van op een kruispunt in mijn leven. Ben ik christen geworden. Het ging eerst helemaal de verkeerde kant op. Mm-hmm. Ik had een hopeloos geval kunnen worden. Maar toen ben ik tot geloof gekomen. En in wat de Heer Jezus zegt, om het zomaar te zeggen, daar zit voldoende inspiratie om er te zijn voor je naaste. Mm-hmm. En dit is 25 jaar, maar mijn vrijwilligersloopbaan begint al veel eerder. Ja. Zodra ik tijd kreeg om wat voor anderen te doen, werd dat gedaan. Trouwens, we hebben ook binnenlandse hulp. Mm-hmm. Vloerbedekking, mm-hmm. Een kinderbedje, mm-hmm. een paar schone matrassen als mensen op rommel slapen. Ja. Dus dat is hier aan de hand, want er is genoeg armoede. Ja. En dat is zo. En deze stichting waar ik nu voor werk, is het statutair verplicht om ook binnenlandse hulp te geven. Ja. Nou, dat gebeurt ook. Dus dat blijft dan ook heel dicht bij huis. Dus het is ook in Nederland eigenlijk heel belangrijk om je ogen en oren open te houden. Dichter bij huis hier in Dordrecht of hooguit een keer naar Zwijndrecht. Maar met ophalen, dan trek je een grote cirkel rond Dordrecht. En als het niet te ver rijden is, of het moet wel heel bijzonder zijn. Ik bedoel, ik rij niet zomaar naar Leeuwarden, maar dat ligt, ligt eraan wat ze aanbieden. Je hebt je wel al jaren nu, ik begrijp 25 jaar, maar eigenlijk veel langer, onbaatzuchtig ingezet om je medemens te helpen, je naasten te helpen. Ja. En ik heb van jou, Joyce, heel veel gehoord over het verschil dat vrijwilligers kunnen maken. Het doen ontpoppen van een idee dat dan opeens gestalte kan krijgen. Voor jou echt verschil maken in levens van anderen, zowel dichtbij als ver weg. En ik hoorde, Bert, dat jij onlangs daarvoor bent beloond. Ja, ik heb een lintje gekregen. De burgemeester die was bij ons in de kerk. Ik had helemaal niks meer verwacht, want het was, zeg maar, een herdenkingsdienst, 25 jaar werkgroep. Mm-hmm. En dat is het, met wat genodigden. Een feestelijke dienst. En toen werd ik weggestuurd bij de ingang, dan mocht ik niet meer staan. Dus ik ben gaan zitten en toen keek ik achterom. Toen kwam de burgemeester binnen. Ik denk, wat nu? En als je het wil zien, die heeft dit meegebracht. Ja, heel graag. Ja, dus prachtig. Een uitdrukking die ik las op Facebook, dit is de kers op de taart. Ja. Voelt het als een stukje voldoening? Ja. Iedereen die heeft in zijn werk af en toe een pluim op zijn hoed nodig. Het zij dat je, dat je iets kan neerzetten wat een ander net niet lukte. Mm-hmm. En zo ben ik altijd geweest als chauffeur ook. Dan werd er wel eens gezegd van, we kunnen daar niet lossen. Mm-hmm. En dat is niet leuk voor je maats. Maar dan ging ik er wel eens naartoe en dan kon ik wel lossen. Ja. Zo gaat het. Dankjewel. Ja, heel en mooi. Het verschil wat je in de wereld maakt. Hè, we hebben een tehuis opgericht voor jongelui met een kinderthuisverleden. Want die werden op een gegeven moment buiten gezet
uit die kinderthuizen, 17 jaar, en je hebt niemand. Mm-hmm. Toen was daar nog geen opvang voor. En ik moet eerlijk zeggen, ik kon niet meer slapen. Ik denk, nou moet er wat gebeuren. En toen konden we een oud flatgebouw kopen. We hebben het helemaal later kunnen renoveren. Maar we konden een oud flatgebouw kopen voor 30.000 mark. Nou ja, reken het maar om. Ik denk dat je hier nog geen garagebox ervoor kan kopen. Mm-hmm. Maar we hebben het kunnen renoveren, ook met behulp van de jongelui. Mm-hmm. Hè, dat we voorwaarden stelden van je kan hier komen, mm-hmm. maar dan moet er dat en dat en dat gebeuren. Ik bedoel, je gaat niet rondlopen hangen. En het verschil wat je dan maakt, is dat zij vanaf de straat, want er zijn er sinds 98 al 300 door het programma gegaan, dat worden waardevolle leden voor de maatschappij. Ja. Dus zo kun je als vrijwilligers gewoon een verschil maken in het leven van anderen. Oh ja. Dan ga ik hierbij afronden. Ontzettend bedankt. Heel interessant en ook ontzettend waardevol, denk ik. Ook voor onze kijkers. En dan gaan wij nu kijken naar een aflevering van Kinderkopjes.